gezellig bijkletsen terwijl je naar de nieuwste mode kijkt. In Dreumel organiseren drie verenigingen samen een jaarlijkse modeshow. Geen traditionele modeshow, maar een show waar de modellen door het publiek lopen. Vrouwen van Nu, KBO Dreumel en Samen Redzaamheid zorgen er samen voor dat het verenigingsleven in Dreumel niet stilstaat en dat het gemeenschapsgevoel in het dorp alleen maar groeit. We hebben gewoon een gezellige modemiddag die zorgt voor verbroedering in het dorp. Daarbij hebben we diverse ondernemers extra uitgenodigd, zodat we met elkaar een echt Dreumels plaatje neer kunnen zetten als warm kloppend hart in het bruisende Dreumel. Anders dan een normale modeshow, geen catwalk, maar gewoon tussen de tafels door. Mensen kunnen alles aanraken, kunnen alles voelen. De mannequins doen af en toe een jasje uit of laat even een tasje extra zien. Net waar mensen behoefte aan hebben. En dat vinden ze leuk. Wij noemen het eigenlijk modeflitsen. Dat is weer wat anders. Vroeger organiseerden we modeshows op een catwalk. En dan zat iedereen te kijken van links naar rechts van wat komt er hier. Nu hebben we 7 dames bereid gevonden om onze mode te showen. En we noemen dat dus modeflitsen, omdat zij door het publiek meanderen. Het verenigingsleven in Dreumel leeft enorm. En met allerlei sociale activiteiten hopen de verenigingen eenzaamheid tegen te gaan. Nou, wij willen dit dus toch voor de mensen doen die eventueel thuis zitten. Toch ook eventjes ertussenuit gaan. Ook weer andere mensen tegenkomen die ze normaal niet zo vaak zien. Dus het is best wel een heel gezellige middag. Je merkt gewoon dat zeker sinds coronatijd er minder sociale activiteiten worden gehouden. Mensen steeds nog een beetje in hun schulp kruipen of angstig zijn. We proberen dat met dergelijke activiteiten te doorbreken. En ja, Dreumel is daar heel sterk in. Niet alle mensen van alle verenigingen kennen elkaar. Dus, en ze gaan ook verschillend aan een tafel zitten. Dus dan kennen ze ook mensen die ze helemaal niet kennen. Zeg maar. Omdat we het met 3 verenigingen doen. Leren ze andere mensen kennen. En die nieuwe contacten dragen bij aan een actief sociaal leven in het dorp. Want als ik hier zo rondkijk, ken ik bijna alle mensen. Je komt ze af en toe een keer tegen. Maar ik vind, als je dus toch een avondje hebt, een middagje hebt zoals nu, met deze modeshow of ook eens een keer een gezellig avondje of een fietstochtje of een waar ze zich aan opgeven. Ja, dat is wel nodig. Het is gewoon gezellig om samen op pad te gaan en wij als organisatie genieten daar ook ontzettend van. En we krijgen daar eigenlijk altijd heel veel respons op en het is gewoon één groot gezellig gebeuren.